Het was druk op de banenbeurs bij machinebedrijf Zuidberg in Ens. Er werken 370 mensen bij het bedrijf in Noordoostpolder, maar de onderneming heeft nog 30 nieuwe krachten nodig. Om die te vinden konden mensen gisteren een kijkje nemen bij de onderneming. Ze worden hier eerst ontvangen. Nou, daarna worden ze rondgeleid. Ze krijgen natuurlijk de benodigde informatie. Het is een bedrijf in bedrijf, dat doen we altijd. Dus ze kunnen ook mensen aan het werk zien, ze kunnen persoonlijke gesprekken aangaan met de mensen die bij ons werken. Of het dan gaat om een CNC-verspaner, of het gaat om snijden. Ja, en, het hele bedrijf is geopend. Op allerlei verschillende afdelingen zijn mensen nodig. Van marketing tot de slijperij. Vooral het vinden van technische mensen is lastig. De instroom in techniek, ook op scholen, is echt laag. Dat is al jaren van tevoren wordt natuurlijk al bepaald. En toen was het al bekend van het wordt krap op de markt. We zijn echt in contact ook met gemeentes om ook de opleidingen ook aantrekkelijker te maken voor de jonge mensen. We verkopen gaan heel goed. Ja, en dan willen we opschalen met productie. Ja, en dat wordt toch gelimiteerd door echt vakpersoneel. Hoewel er veel mensen op de banenbeurs afkwamen, was het op de ene afdeling duidelijk drukker dan op de andere. We staan op een deel op de frezerij en achter mij heb je de snijderij en de lasserij. We merken dat op de snijderij en de lasserij heel veel mensen op afkomen. En zoals verspaning, draaierij en frezerij komen een stuk minder mensen op af. En waar werk je zelf? Ik werk zelf op de verspaning in de frezerij. Oké, dus jij vindt het moeilijk om nieuwe collega's erbij te krijgen dan? Ja, voor ons is het heel moeilijk. Wij zoeken nog steeds een paar mensen, maar het is heel moeilijk om aan te komen.